het traject om rijstboeren te compenseren voor verlies door verschillen in de paddy, opkoopprijs en productiekosten wordt afgewerkt. Minister Prahlad Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zei woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers onlangs met de president te hebben gesproken over deze kwestie. De registratie is gepleegd, twee keer zelfs. En toen is besloten van ja, maar het was niet openbaar genoeg. Laat er meer transparantie komen. We hebben toen ter plekke besloten bij de president. Eergisteren, gisteren en vandaag liggen alle registers open op alle LVV-kantoren in Nikeri. Check ook wat je buurman gedaan heeft. Weet je, open, transparant, het gaat om gemeenschapsgeld alweer. Morgen gaan we dan alles weer verwerken en dan gaan die stukken via mij richting collega Financiën en de president. En dan is het nu bij hun van wanneer ze die middelen en hoeveel dat gaat worden, weten we niet. We hebben gewoon opgenomen wat de afspraak was. Hoeveel is er aan grondbewerking gedaan? Hoeveel daarvan is ingezaaid? Maar zij die reeds hadden geïnvesteerd, maar niet konden inzaaien vanwege watertekort. Seudin geeft verder aan dat de impact op de voedselvoorziening aanzienlijk is wanneer boeren te maken krijgen met wateroverlast of te weinig water voor irrigatie. Boeren moeten ook niet steeds ervan uitgaan dat de overheid zal blijven subsidiëren en compenseren.